Vandaag ben ik op pad met Stefanie Scheirlink. De echte rijden er niet, hè? Hoi. Stefanie, wat betekent fietsen voor jou? Goh, voor mij is fietsen puur ontspanning eigenlijk. We zoeken eigenlijk altijd een koffiebar waar we dan kunnen stoppen voor een koffie en een taartje. En zo plannen we onze route. Welke Garmin features gebruik je zoal? Naast de routeplanner gebruik ik ook de menstruatietracker. Is die menstruatietracker iets wat de profs eigenlijk ook gebruiken? Bij de vrouwen zie je echt dat de coaches ook rekening houden met de menstruatiecyclus. In sommige dagen van de maand, zeg maar, kan je beter wat meer op kracht trainen of wat meer op uithouding. Of een keer een training overslaan. Maar ook je voeding. Hè. Je kunt ook je voeding aanpassen om minder klachten te hebben. Ja. Je hebt het over voeding. Eten en drinken tijdens een rit is heel belangrijk. En ook daar heeft de Garmin aan gedacht. Hè. Ja, dat is waar. Ik merk wel dat mijn vriendinnen en ook zelfs profs daar gebruik van maken. Omdat die zelfs professionele wielrenners durven wel een keer te vergeten eten en drinken. Dus het is wel handig dat het kan. Ja, ja, dan zegt de Garmin, nu is het tijd om te eten en te drinken. Ja, klopt. Zodanig dat je de fameuze man met de hamer kan vermijden en dat je ook geen spierkrampen krijgt. Dus ja, ik denk dat iedereen wel weet dat voeding belangrijk is, maar het toepassen in de praktijk is soms nog iets anders. Ja. Op naar de volgende koffiestop zeker? Ja. Goed idee.